verschil. Ben Dennerde. Nou, lekker picknickje, ja, hè? Ja, vind je leuk. Ja. Het is een mooie omgeving hier. Ja, het is prachtig. Moet best een plaatje. O jee, wat is dat? Oh, wat hebben we hier? Draai even gewoon om, alsjeblieft. Ben, ja, draai gewoon om, alsjeblieft. Ik, nee, ik vind het eigenlijk wel... Ho, 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 ho. Hallo, rijdt ze niet om. Ga nou stilstaan. Stilstaan, stilstaan, ja. Daar gebeurt niks, gebeurt niks. Ja, hallo schaapjes, hallo. Kunnen jullie even doorlopen? Dan kan ik er ook nog uit, hè? Nee. Ja. Ja, weet je wat het is? Het is een auto, hè, schaap? Oké, dat moet ik. Ewee. Heel goed, hondje. Zo. Nou, zijn ze bang voor ons? Ben je kom bij? Nee, helemaal niet. Maar ze hebben honger, dus ze zijn ze op zoek honger naar eten. Ja. En op de weg is niks te eten. Maar ja, als ze honger hebben, ja, dan... Hallo. Ja, even. Dag, even. Dames. Dat is een hond. Hallo. Dag, Maarten Pijnenburg. Dag, ja, dag, ik ben Benne. Ik ben Benne. Hallo. Gewoon een leuke schapen heeft u, zeg. Ja, zeker. Ja. Komen we dat zomaar tegen op straat? Ja. Doet u dat vaker zomaar dat op doen straat? We nou meer, ja. Ja. Van de ene plek naar de andere plek lopen. En, gewoon over de straat. We zijn al op weg naar het Duits lijntje om te gaan hoeden. Oh, want we hebben heel veel honger. Dat hebben we vannacht eigenlijk niks te eten gehad. Nee. Want, zullen we even meelopen, Ben? Oh, net zeggen, ja, heel plezier. Loop maar een stukje mee, als je het leuk vindt. Dan. Ja. Geen enkel probleem, hoor. Ja. En tijd voor jou, toch? Nou ja, we zouden eindelijk gaan picknicken, maar maar dat kan altijd nog. Ja. Toch vervelend erom. Ja, is hij vervelend? Hij staat de hele tijd tegen mijn benen aan. Maar ze zijn heel lief, hoor, deze. Heel rustig. Maar als je echt een campingram hebt, ja, dat zijn die hele grote jongens, dan moet je altijd voor uitkijken. Maar wat zijn dit dan voor schapen? Campische heideschapen. Campische heideschapen. Maar daar moet dan ook toch een campingram bij, of zie ik dat verkeerd? Nee, bij dit koppel hebben we dan geen campingram, omdat wij een groot gedeelte van de kudde, en dit is dan een deel daarvan, ja, die laten we dekken door tesselaars. Dat zijn echte vleesrassen. Oh, dat is een tesselaar. Dit is een tesselaar, ja. Oh. Dan krijg je een betere lammeren van. Waar kun je er nou aan zien dat het een Kempse ras is? Hallo. Nou, aan de hals, de kopje opgericht is, maar vooral de rechte neus, die afgevlakt is. Smalle, dit zo. Ja, daar zit, bij anderen is je vaak een beetje gekromd. Daar zit een Romeinse neus in. Maar deze niet, die moet vlak zijn. En de poten en de buik moet onbewold zijn. De kop moet onbewold zijn. Oh, ja, ik zie het nou je het uitlegt. Worden deze dan ook allemaal één voor één geslacht? Nee. Vandaag niet. Nee, allemaal tegelijk. Nee, ho. Nee, maar hoe werkt dat nou? Want je moet er wel ook iets in stand houden. Nou, kijk, wij letten altijd op de conditie van de ooien. Oh, ja. Van de moeders, of ze goed melk geven. Mm-hmm. En als ze 2-3 jaar zijn, dan krijgen ze meestal tweelingen, drielingen. Echt waar? Dus dan zijn ze het meest vruchtbaar. En daarna loopt het weer een beetje af. En dan als ze 6-7 zijn, dan kijken we ook heel goed naar het gebit. En als dat wat minder is, dan gaan ze weg. Dan kunnen ze onvoldoende eten. En als ze dan nog hun lammeren mee moeten voeden, dan dat lukt gewoon niet. Nee. Want ze krijgen 's nachts niks te eten. Als je gewoon andere schapen neemt, niet de heideschapen, die gewoon in de wei staan, die kunnen dus 24 uur per dag eten. En deze die staan 's nachts in een nachtwei en daar is helemaal geen eten. Dit is heel lang zijn die schapen weg geweest. En nu zijn er 9 overal schapen. Waarom is dat weer in het leven geroepen? Nou, omdat het blijkt dat als je in plaats van machinaal met een machine dus maait, dat het met schapen toch wat beter effect heeft. Voor de planten plant en voor de insecten. Kijk, de schapen die werken als een soort grasmachientje. Alleen, ze maken het niet zo kort als wanneer je het met een grasmaaier doet. En als je met een grasmaaier alles maait, dan is alles even kort en vaak wordt het ook afgevoerd. En al het insectenleven wat erin zit, dat is dan ook weg.
En wij laten het een beetje ruwer achter. En dat is voor het dierlijk leven heel interessant. Ja, ze eten alles op. Distels, brandnetels, bramen. Die eten gewoon alles. Dus. Als ze maar honger hebben, doen wij ook, hè. Maar deze schapen worden allemaal gebruikt voor natuurgraslanden en voor hei. Dus maar dit is allemaal natuurgrasland. En ik moet hier een beetje langs het Duits lijntje het open houden. Een beetje begrazen. Ze zijn eigenlijk allemaal gedekt. Alleen hij heeft er nog één, dat kun je zien, die blauwe. Hoezo? Heeft hij je stempeltje gegeven? Ja, die zijn van een blauwtje gelopen, dacht ik bij mezelf. Maar toch niet. Ze hebben niet echt een blauwtje gelopen als ze een stempeltje krijgen. Kijk, die hebben een stempel van hem gekregen en dan heeft hij erachterop gezeten en dan is het gelukt. Oké. Okay. Dus hij heeft een krijtje op zijn buik? Ja, een krijtje. Krijtje? Oh. De andere rammen die zijn er een maand geleden bijgegaan. Mm-hmm. En die hebben dus geen krijtje gegeven. En die hebben dus alle ooien gedekt. En ja, een ooi die is, die heeft een cyclus van 3 weken. Dat is in die 3 weken dan is ze vruchtbaar. En soms wil het in die eerste cyclus niet lukken. En dan zeggen we van, nou, dan laten we nog de 4e week en de 5e week laten we nog een ram erbij lopen. En dan kijken we of er inderdaad nog ooien in die eerste cyclus niet gedekt zijn. Weet hij in welke cyclus deze dames zitten? Ja, hoe ruikt die dan? Daar ruikt hij, daar snuffelen. Echt waar? Ja. Snuffelt hij? Allemaal snuffelen. Ja. Ja, het is allemaal snuffelen, het is allemaal reuk. Dan moet het allemaal wel lukken. Ja. Die heeft een groen hoofd, heeft hij nou gedaan? Dan? Ja. Die heeft de verkeerde kant gestempeld, volgens mij. Ja, die heeft hij tegen die paal. Ben je met een paaltje bezig geweest? Ja. Oh, die wil paaldansen, die dame. Oh, ja, dat geeft niks. Sorry. Ja, ruikt niet zo lekker, denk ik. Maar, hoe lang blijft nou zo'n lammetje zitten? 5 maanden. 5 maanden, dus dan is het eigenlijk... Ja, afgerond 5 maanden, ja. Als ze nu dan gedekt zijn, dan is het... De laatste week februari. Komen ze. Oh, de laatste week vergeten. Ja, en dan begint het dan druk in die kraamtijd? Ja, deze ooien die lammeren heel makkelijk, want dat zijn heideschapen. Mm-hmm. En daar hoef ik dus niet echt bij te blijven. Dus, dat doen ze zelf. Ja. Er gaat niet vaak iets fout dan met die lammen? Nou, dat kan toch wel hoor. Ja? Ja, jawel, dat kan wel. Als het lam een verkeerde ligging heeft, want het moet met de kop en de poten eerst eruit. En als het een verkeerde ligging heeft, dan moet je het kantelen, het lam in de ooien. En heb je dat al zo moeten doen? Ja, verschillende keren, ja. En dat kun je allemaal zelf? Ja. Ja. Dat is een kwestie van even oefenen en... Bij wie? Hè? Bij een ooi. Oh! Ja, bij een ooi. Ik denk, is er trouwens een opleiding voor dit bestaan? Ja, er is een opleiding toch voor. Toch wel? Ja. Dus je kunt... We zijn zelfs met een hele nieuwe opleiding bezig. En dan ben je gecertificeerd, want tegenwoordig moet je overal verstand van hebben. Ja. Kijk, vroeger waren het de jongetjes... Die niet naar school wilden, die herder werden. Toen 13, 14 jaar. En dan voor een paar boterhammen gingen ze de hele dag op pad. Maar tegenwoordig moet je verstand hebben van de planten en van alles wat je tegenkomt. En hoe lang is dit bestaan hier al van die schapen? We doen dit nou voor het 4e jaar. Het 4e jaar. En hoeveel van deze schapen herders lopen hier in deze omgeving? In Liemde, Bokstel, Lennersheuvel? Nee, Liemde, Bokstel 1. En dan hebben we in Loonse Drunense Duinen 1. Dat is verder weg, hè? En dan in de buurt van Tilburg, in de Strabergse Heide, in Hezen, Leende, lopen er 3. En dan op de Rechterheide loopt er 1. Ja, het laatste is dat een van onze... Dus die gaat naar de kroondomeinen achter het loo. Dus het is echt heel veel vragen op dit moment. Heel leuk. Dus achter de tuin van de koningin. Ja. Oh. Hij vindt me leuk. Ja, hij vindt jou heel erg lief. Ja, maar het is ook wel een schatje. Ja. En je hebt 2 honden. Is dat nodig dat je 2 hebt? Ja, wel. Dat is wel eentje om ze voor tegen te houden en eentje om de achterkant goed bij elkaar te houden. En dan loop je zelf in het midden? Nee, ik loop altijd voor. Oh, je loopt altijd. Een goede herder loopt altijd voor. Ja? Ja, okay. Want anders weten ze niet waar ze naartoe gaan. Nou, misschien kunnen we een stukje wandelen. Ja, dat kan. We lopen even door. Dat is leuk hoor, en dan een beetje beweging, hè? Kom, we gaan. Hoe spreek je ze aan? Meiden of hoe? Dames. Dames. Dames? Ja? Dames. Ik zeg het maar, dames? Ja, ik heb het altijd over dames. Ja. Dus het komt kom, goed dan, uit. Kom, dan lopen we mee. Dan lopen we mee, wel. Ja. Kom.
Dat is wel een mooie staf, hè? Ja, het is een hele mooie staf. Het is een bijzondere kleur. Ja, er is een hele mooie houtsoort voor gebruikt. Dus dat is allemaal handwerk. Er is nou één persoon in Nederland die dit maakt. Is het uit één stuk? Nee. Dit is altijd hazelaar. Mm-hmm. Dat is ook een beetje buigzaam. Ja. En dit is een tropische houtsoort. En dat wordt gewoon gelijmd en helemaal met de hand gemaakt. En waarom heeft het nou zo'n vorm? Deze vorm heeft het voornamelijk om ze met de hals zo vast te kunnen pakken. Ja, doe je er wel eens? Ja, Moet je ze uit elkaar trekken? Ik doe het niet zo vaak meer, want meestal pak ik ze aan het achterpootje vast. En die staf heb je ook nog. Dan zit er een hele kleine krul in en dan kun je gewoon het achterpootje haken. Zielig, hè? Ja. Nou, als ik ze moet behandelen bijvoorbeeld, hè. Als ik zie dat er eentje kreupel loopt, dan... Ja. Maar ik doe dat tegenwoordig niet meer, want ik loop gewoon tussen de schapen en dan loop ik heel rustig en dan zie ik van, dan pak ik hem even bij de kop. Ja, je hoeft er niet meer om weg te trekken. Maar normaal gesproken is het gewoon zo aanhaken. En dan heb je ook nog een stok en dan zit hier nog die krul die loopt dan zo door. Mm-hmm. En dan zit hier nog een klein haakje aan. En daar hingen ze vroeger de lantaarns aan. Ja? Hoeveel vergas eet nou zo'n schaap per dag? Wat heeft hij nodig? Hoeveel kilo? 7, 8 kilo. Nou, dat is ook per stuk. Ja. Ja, dat is best veel, hè? Ja. Ja. Ja, dat is best wel veel. Dit is bijna water, dus... Het verteert nogal snel allemaal, hè? Maar ze moeten de hele dag eigenlijk goed door eten. En meestal na 2,5 uur, dan willen ze gaan herkauwen. En dat is heel belangrijk. Het herkauwen. Dat mag je niet overslaan. Mm-hmm. Maar herkauwen, dus dan gaan ze... Ze boeren het op. Ja, kijk nou die. Ja. Hij heeft gewoon jeuk. Kun je het hebben? Nacht, want Nacht zat te filmen en die wordt gewoon omvergeduwd. Nacht wordt omvergeduwd, ja. Jongens. Maar zullen we ze dan even in het nacht houden? Ja, dan... Ik ben zo bang dat er één wegloopt. Of is nou, als je het hekje even open willen maken. Oh ja, dat wil ik wel. Kom maar. Dat gaan we dat doen, hè? Dan denk ik dat ze wel komen. Kom maar, dames. Komtje maar. En Ben stuurt ze aan. Ze doen het niet, hè? Ben doet niks, hè? Als ze op een grote vlakte staan, zoals een hei, mm-hmm. dan staan ze meestal in een cirkel. Want dat is voor een kudde altijd het veiligste, dat je bij elkaar staat. Oh. Want er kan altijd een wolf aankomen. Kijk, maar zijn er die? Ja, die zijn er, ja. In Nederland ook al. Oh jee, ja. Er zijn wolven. Ja. Maar nou... Wolf in schaapskleren. Ja. Maar nou zijn de honden de wolf. Ja. Dus daar zijn ze eigenlijk bang voor. Maar als ik nou ga lopen, mij lopen ze dus achterna, mm-hmm. want ik ben de herder, dan moet je eigenlijk de groep zien als een groep die in een cirkel staat. En als je daar nou een klok van maakt, dan sta ik volgens de wijzers van de klok altijd op 6 uur. En de hond die gaat altijd naar 12 uur. Dus die staat altijd aan de andere kant van de groep, recht tegenover mij. En als ik nou komt het, als ik dan naar 9 uur loop, dan gaat hij naar 3 uur. Dan gaat hij naar 3 uur. Dat is het. Leuk. Dus dan... Ik zie daar een schaap, die is niet goed. Mm-mm. Waarom zie niet? Zie je nou deze? Die met nou, die heeft een beetje last van zijn pootje, denk ja, ik. Hè? Ja, hè? Hij zakt door zijn voorpoten. Ja, als je dat ziet, dan moet ik even gaan controleren. En meestal hebben ze dan of een tussenklauwontsteking of ze hebben zich verstapt. Oh, maar dat kan ik wel even doen. Ik kan wel even controleren. Ja, dat kan. Ja, dat mag gerust zijn. Nou, probeer maar. Controleren, maar... Even. Kijk nou, is er met het rode vlekje? Nou, het kan zijn dat deze... Ja, ik moet even kijken. Maar... Nou, deze is niet goed. Hij heeft net misschien zich bezeerd. Ja, dan pak je even de stap. Yep. Heb je hem? Ja. Heb je hem? Ja. Rustig maar. He? Zo. Ja. Oh, doe je dat zo? Ja, want die... Benny, ga weg. Leg hem op terug. Ja. Zo. Want dan kan hij geen kanten op, hè? Zo. Welk pootje was het? Oh, er zit iets tussen misschien. Moet ik even iets doen? Kan ik iets doen? Nou, even... Oh, ik zie het al. Ja? Waar zie je dan? Kijk, hier. Oh, zie je? Ja. Deze hoef is niet goed. Oh, dan moet ik even de hoefsmid erbij. Okay. Daar heeft hij last van. Zie je het? Ja. Zie je dit? Leg het eens maar nou vast. Heb ik mijn spuitbus niet bij me. Dat is jammer. Kijk, hier. Met spray. Haal ik die nagel eraf? Ja, knip ik even los. Oh, dat kan wel. Daar voelen ze niks van, hè? Moeten we deze wel even direct... Even merken, hè? Even merken dat ik dan morgen... Want ik heb mijn spray niet bij me. Hè? Ja, daar word je blij van, hoor. Zometeen. Nu snap je dat niet, maar zometeen word je er blij van. Ja.
Moet ik je zoomen? Kan ik even opzij houden dat hij niet kijkt? Ja, kijk. Oh ja. Ja, heel goed. Voelt hij echt niks van? Want dat is gewoon een nagel, hè? En er zit geen leven in. Daar voelen ze helemaal niks van. Kijk. Ja, ja, daar heeft hij last van. Dat moet je ook nog allemaal zelf bijhouden? Of komt er een hoefsmid langs? Nee, nee, doen we allemaal zelf. Ja, allemaal zelf. Dat zit ook in de opleiding dan, als je zo'n opleiding volgt. Ja, ja. Oh, okay. Als alles wat los zit, dan moet hij weg. Daar voelt hij ook helemaal niks van? Nee, daar voelt hij niks van. Oh. Kijk, deze heeft... Hij moet wel een spuitbusje hebben, hè? Hij moet het even ontsmetten, denk ik, hè? Okay. Nou, ik denk dat het nou hier... Het valt mee, hè? Nou, hij wordt echt kort geknipt. Het is lang geleden dat je nagels hebt geknipt, hè? Nou, de meeste hou ik heel goed bij, hoor. En, kijk, deze valt al mee. Zo. Ja. Ja, moet je maar pumps willen, hè, dame? Dan heb je er last van. Hoe vaak doe je dit nou zo? Of pas als je ze gecontroleerd, als je ziet? Ja, ik pak er meestal een aantal zo per week eruit. En dan deze valt dan mee. Ja. Dan kan ik beter met de knip werken, want dan wordt het sneller ook, denk ik, hè? Hey, wat kom jij nou doen? Wat je doet. Hey. Ik heb ook wel ooit gehoord, hè, als een schaap op zijn rug ligt, dan moet je hem handje helpen. Ja. Want dan kan hij niet meer overeind, dan gaat hij dood. Ja, want dan de ingewanden drukken op de longen, dus dan krijg je geen lucht meer, hè? Oh, Willem, ga eens weg. Heet die Willem? Ja, die heet Willem. Ja, het is de naam, hoor. Die zegt de naam Willem. Zeg, Bel, ik sta hier nog steeds met het hek open. Dat doe je netjes, mag ik zeggen, hoor. Roep ze maar. Je moet er wel Engels tegen praten. Ladies, come on. Ja. Ladies, come on. Wat moet ik zeggen om ze erin te krijgen? Kem. Kom. Heel goed, dan kom eens hoor. Dat goed zo. Kom maar in. Hopsakee. Nou, dat heb je goed gedaan, zeg. Oh, we luisteren goed naar jou. Oh, maar jij loopt erachteraan. Nee, je hebt echt al het werk zelf gedaan. Jij loopt erachteraan. Ja, dan wil ik ook wel naar binnen als jij me zo jaagt. Ik jaag ze helemaal niet op. Kom maar. Goed gedaan. Goed gedaan hoor, je bent goed gedaan. Ben, dat wil doen. Nou, als je nou de honden wil laten horen van nou is mooi geweest, dan zeg je in het Engels that will do. Hoe? That will do. Oh, maar hoe je het zegt, hè? Ja. Zeg het maar nog eens. That will do. Of je er vandaan komt, maar, hè? Ik zeg het meestal op zijn Schots en zeg ik that will do. Ja, that'll do. Die zijn we... That'll do. Del doet het wel. That will do. Ja. De Engelsen zeggen het veel mooier dan wij. Wij zouden zeggen, kom hier of hou op. En misschien vinden de Engelsen dat ook wel weer leuk als wij dan zeggen, kom op. Ja. Kom dan, jongetje. Ja. Ja. Engels is toch wel een beetje zachter dan de Nederlandse taal. Nee, maar that will do, nou is mooi geweest. Nou, dat is, ja, dat wil zeggen, dat, er zit iets van beloning ook in, hè? Nou, weet je, ik vind that will do, want we waren eindelijk toch van plan om te gaan picknicken, hè? Oh ja. Dus als het dan zo mooi is, dan wil ik wel, ja, that will do. Ja, dat is goed. Nou, ja, prima. That will do. Maar dan moet jij wel even, de auto. Mijn auto nog, want die staat daar nog op. Ja, lekker. Die staat daar nog op de weg, denk ik. Dan hoop je, of iets weggesleept. Ja, dat kan. Kijk maar even waar je bent. De Liemse ANWB. En dan neem ik de picknick van. Ja, doe dat. Hè? Ga jij even lekker... Gaan we lekker een kopje koffie. Kijk. Ik heb ook zin in, we verdienen hier. We hebben hard gewerkt. Ik weet niet hoe laat het is, maar...
Kijk, als je op deze hoogte naar de schapen kijkt, dan ziet het er ineens heel anders uit. Hè? Ja, mooi hoor. Mooi. Het is echt zo. Nou, ik zei net ook, als ik dan zo tussen loop, ik word er helemaal rustig van. Ja, hoe zit het met jou? Word jij nou rustig van of lekker? Ja? Ja, maar je moet, kijk, je moet niet van huis gaan met het idee van ik moet tegelijkertijd eigenlijk nog een hoop andere dingen. Dat moet je niet hebben, hè? Nee, dit, want, dit is echt jouw beroep. Nee, maar het is puur hobby. Het is hobby? Ja, het is allemaal hobby. Ben je de hele dag aan het hobbyen? Nou, maar ik doe het niet elke dag hoor, dus... Oh, die indruk kreeg ik even. Nee. Ik, is het hobby? Het is geen beroep. Ik doe het nou nog met een paar andere vrijwilligers. Hoeden we dan die kudde op de momenten dat het moet. En daar houdt het eigenlijk een beetje mee op. Dus het is voor mij een hobby. Ja. Ik doe het gewoon heel erg graag. En ik hoef het niet echt dagelijks te doen. Dus, dagen sta je dan met je schapen? Nou, normaal gesproken drie dagen in de week, werkdagen. En dan in de weekenden, zaterdag en zondag. En dan combineer ik de zaterdag en zondag meestal met het ontvangen van bezoekers. Oh, ja. En dat is de tweede zondag in de maand. En dan kunnen mensen aansluiten zonder dat ze zich hoeven op te geven. En zo combineer ik dat een beetje. En dan ben ik dus niet de hele dag bezig, maar dan staan ze bijvoorbeeld hier. En dan loop ik een eindje langs het Duitslijntje. En dan vertel heel graag over schapen. En ik kan dat omdat ik verder afgekeurd ben voor andere werkzaamheden. Dus dan, wat was nou jouw beroep? Nou, ik ben afgestudeerd bioloog en vegetatiekundige. En ik heb 30 jaar op Bernhoven gewerkt. Heeswijk, gymnasium. Oh. Ja. Oh, maar dat sluit dan wel heel erg goed aan. Ja, maar ik ben heel lang voorzitter geweest. Ze hebben allemaal aan me getrokken in de tijd dat ik in het onderwijs zat. En toen ben ik voorzitter geweest van de natuurvereniging in Schijnel, 12 of 13 jaar. En in die periode heb ik de Schaapshooi Schijnel opgericht, samen met een hele hoop vrijwilligers. En dat is nou een mooi project. En in die periode heeft Bokstel gevraagd om hier ook een pilot te doen. En zo is het eigenlijk gekomen. En toen heb ik gezegd van nou, ik stop toch in Schijndel. Na 12 jaar vond ik dat mooi. Want ik ben uiteindelijk meer iemand die graag andere mensen vooruit helpt in hun ideeën. En je bent een echte onderwijzer. Ja, dus, en als het eenmaal het staat, dan heb je wat andere mensen nodig om een beetje op de winkel te passen. Ja, daar ben ik niet zo'n type voor. Nou. Oh, ze lust het. Het is wel magere kaas. Lust ze wel? Nee. Ja. Nee. Daar zijn ze razend op, kaas. Ja. Leuk, hè? Ja. Nou, is het mooi geweest. Al klaar. Goed, hè? Het is klaar. Zo. En klaar. De schapen, mogen jullie nou ook iets anders eten? Dan krijgen jullie wel eens een boterham? We zijn aan het herkauwen. Wat ze heel erg lekker vinden, dat zijn knoppen van struiken, bladeren. Oh, wilgen vinden ze heel erg lekker. Okay. En wilgen die schillen ze ook vaak. En daar kan een boom tegen? Nee, dat kan je niet tegen. Nee, dus ik moet goed uitkijken wanneer ze gaan schillen. Ja. Schapen die eten gewoon, op het moment dat ze ergens behoefte aan hebben, dan beginnen ze heel specifiek te eten. Dus, je weet er gewoon helemaal zelf wat ze moeten eten. Zo werkt de natuur, hè? Waar ik toch eens opgevoed was, net als de schapen. En brandneters eten ze nou, als ze wat ouder zijn. Dus jonge brandneters niet, want die zijn te scherp. Maar daar hebben ze geen last van dat het pikt of zo, Iets doet. Kijk, en daar moet je gebruik van maken, want vaak moet je op sommige plekken heel veel brandneters wegeten. En dan moet je gewoon wachten. Ja, en dan ziet het er voor de meeste mensen niet zo goed uit. Dan ziet het er heel als een ruigte uit. Maar op het einde van het seizoen dan wordt het allemaal weggegeten. Ja. Afgelopen zondag heb je afsluiting gehad of zo. Ja, heb ik gedaan, ja. Heb je niet gelezen in de krant? Nee, ik heb het niet gelezen. Nee. Nou ja, voor vrienden die mij helpen en vrijwilligers en andere geïnteresseerden, sluiten we dat af en dan kunnen ze een lampstoofpotje van onze lammeren kunnen ze proeven. Oh, die heb je dan toch ook niet? Nee, van het vorige voorjaar of zo? Heb je ingevroren? Nee, dat is gewoon het lamsvlees van dit jaar nog, van lammeren. Hoe lang blijft een lam? Tot het volgend jaar, tot het volgende lamseizoen. Oh. Dus als ze nou in februari worden geboren, dan mag ik ze nog lam noemen tot volgend jaar februari. Maar de lammeren die door de winter, dus over het jaar heen worden getild, die hebben de neiging om iets meer vet te produceren. En we hebben dus gehoord dat wij houden tegenwoordig niet meer zo van vet. Nee? Vroeger moest juist alles een vetrandje hebben. Ik vind als iets met vet wordt bereid, is het smakelijker dan zonder vet. Wij moeten dus onze lammeren dus eigenlijk zo rond augustus, september, op gewicht hebben.
Maar ja, ze zijn snelgroeiers bij. De eenlingen groeien harder dan de tweelingen. Ja, ja. Dus wij kunnen dus op elk willekeurig moment kunnen wij zeggen van nou, die zijn aan een gewicht toe en dan kunnen ze naar de slachterij. Heel vaak is het zo van wanneer de lammetjes bij de moeder lopen en dan krijgen ze melk, dan groeien ze heel hard, want ja, moedermelk is heel voedzaam. De moeders krijgen dan ook vaak wat extra bijvoeding, want als ze tweelingen hebben of drielingen, dan produceren ze gewoon op een normale manier te weinig melk. Dan moet je ze een beetje helpen. Maar als je gewoon de natuur zijn werk laat doen, dan, ja, dan laat je die lammeren bij de moeders lopen. Alleen wanneer ze 12 weken oud zijn en zijn tweelingen en drielingen, ja, dan vinden wij toch dat ze van moeder weg moeten. Want die moeders die hebben het te zwaar. En dan, ja, dan halen we die lammetjes eraf. En dan normaal gesproken zou je zeggen van ja, ik wil de groei erin houden. Dan ga je die lammeren heel veel brokken geven en dan laat je ze bijvoorbeeld niet meer buiten lopen. Maar dan zet je ze binnen en dan ben je ze eigenlijk aan het afmesten. Ja. Zo doen veel mensen dat. Oh, en jullie niet? Wij dus niet. Wij laten ze gewoon altijd buiten lopen. We zetten ze op goed natuurgras. En dan is het vlees ook lekkerder? Ja, ja, ik vind van wel. Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die van jong lamvlees houden. Dat noemen ze zuiglam. En dat zijn lammetjes die net van de moeder afkomen en dus niet buiten op het gras hebben gelopen. Oh. En, dat smaakt dan weer anders. Ja, je kunt het een beetje vergelijken met kalfsvlees. Ja. En ja, ik hoop dat het de tijd een beetje mee hebben. De mensen willen steeds meer ja, op een verantwoorde manier vlees eten. Ja. Dat merken wij toch wel. Dus wij kunnen ja, daarop inspringen, denk ik. En, ja, want mij doet het altijd heel veel pijn als ik zie van hoe ons varkensvlees wordt geproduceerd. Niet ja. Dat die grote bedrijven niet hygiënisch en zo werken. Maar ja, het is bio-industrie. Hè? Dus, maar jij hebt het steeds over wij. En wie is wij dan? Nou, dat zijn de samenwerkende schaapskuddes. Dus via het stamboek werken wij dus met een hele hoop kudden samen aan het vermarkten ook van ons lamsvlees. En daar hebben we weer andere partijen voor nodig. De slachterijen, slagers, dat is ook weer, en de handelaar. Dus, en dat proberen wij zo transparant mogelijk op te zetten. Iedereen weet van waar komen onze lammeren vandaan. Dus dat kun je via etiketering doen, via barcodes. Kun je zelfs inscannen en dan kun je zien van hey, die lammeren komen van die kudde. Daar hebben ze gelopen. Nou ja, zo probeer je het dus ja, duidelijk te maken van dit is de achtergrond. En ik zal niet zeggen dat iedereen op zo'n manier straks zijn vlees wil kopen of zo, of wil proeven of eten. Maar het levert wel een bijdrage, denk ik. Jij loopt dan met schapen. Is het straks ook nog dat er iemand gaat lopen met koeien? Het is een natuurmonument, of zoals Bosbeek zegt, van nou, wij willen graag hebben dat daar alle bramen worden weggegeten. Nou, dan moet je maar eens een koe vragen. Dat doet nee, de koe niet. Nee. Nee. Je hebt ook een functie met jouw schapen. Ja. Hè? Dus dat is het grote verschil. En dat beginnen ze ook steeds meer in te zien. Ja. Dat ja, met paarden en met runderen is dat niet te halen. Maar het aardige ervan is wel dat die runderen ook nou in het project zijn meegenomen van natuurvlees. Dus alle mensen die Limousin koeien hebben lopen in natuurgebieden, die vermarkten ook hun vlees nou. En die doen dat onder dezelfde paraplu als wij ons lamsvlees. Het aardige van ons lamsvleesproject, daar vind ik het wel heel fijn, want het is maar een bijzaak voor ons. Hoor. Het gaat puur om de begrazing. Maar ja, die mannetjes, ja, daar moet je ergens mee naartoe. Hè? Ja, ja. Hoezo de mannetjes, de lammetjes? Ja, de mannetjes zijn die ja als je geboren wordt en je bent een man, dan heb je dan maar een heel korte betekenis. Kijk, als je bijvoorbeeld in India of in China geboren wordt als meisje, ja. Dan word je in het oerwoud gelegd of je ja, wordt ja, ja, door ja, de zee gespoeld. Ja. En de lammetjes, die zijn is juist andersom. Ja. Want dit is je hobby, zeg ja, je? Ja, ja. Maar ben jij met je hobby een gelukkig mens? Jawel, heel erg. Ja, ja. Nee, maar het is niet alleen een hobby, maar ik probeer dus ja, ook opdrachten binnen te halen. Dus ik zit aan tafel met potentiële opdrachtgevers om te kijken of schapenbegrazing is. En daar kan ik dus andere mensen mee aan het werk zetten. En ja, dat is ja, toch een beetje mijn missie. Wil je nog een stukje? Hé, hey, dan moeten we meer doen, picknicken. Hè? Ja, dat vind ik gezellig, hè.
bord, lieve schat. Ja, dat geeft niks, hè? Zo. Ja, jongen. Ik kan het ook niet helpen. Nee, wij ook niet. We geven wij erom. Ja, ik leg het je straks allemaal wel uit. Ja, wij snappen het vandaag ook helemaal niet. We zijn alleen maar mannen onder elkaar, is wel makkelijker, hè? Wij vinden jou eigenlijk best wel een verschil. Oh. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja. Kun jij daar iets bij voorstellen? Wij vinden dat de schaapsherder niet een beroep van alle dag is. Nou, in deze tijd in ieder geval niet. Nee. Lijkt me best wel. Dat ervaar ik ook wel. Dus dat merk ik aan alle reacties van de mensen. Zo. Want het is heel bijzonder vinden om nog zo iemand hier op de weg tegen te komen. Dat zie je niet veel. Wat denk je over 10 jaar waar we dan met dit beroep staan? Oh, er zijn nog steeds herders. Meer? Ik verwacht wat meer, ja. Ja. Dus dan gaat het wel. Ja, want wij leiden ook heel veel mensen die het ook als hobby willen doen. Dus wij schakelen ook steeds meer vrijwilligers in. En die dan de professionals helpen. Dus kijk, en het is ook een levend erfgoed. Hè? Dus we zijn nog niet door de UNESCO, of hoe heet zo'n organisatie, erkend. Maar het beroep van de herder, dat kun je een beetje vergelijken met klompen maken. Ik bedoel, dat is iets van vroeger. En we proberen dat toch overeind te houden. Maar dan niet vanuit een soort Efteling-gedachte, maar gewoon, het moet wel ook nog iets te doen zijn voor ze. En het moet ook iets opbrengen. Het moet iets opbrengen. Het moet niet. Af en toe een show zijn en dan is het leuker. Het moet een doel, een nut hebben. Ja, we hebben champagne. Speciaal voor jou, Maarten. Nou. Een flesje. Wat vind je ervan? Zullen we hem openmaken? Ja, voor mij mag het hoor. Voor mij mag het. Als jullie meedrinken en toasten. Ja, we drinken allemaal mee. We drinken allemaal. Ik vind echt dat je het verdient, het verschil. Ja? Oké. Okay. Ja. Leuk om te horen. Ja, is altijd leuk om te horen, hè? Ja. Nou, gaan we het openmaken. Nou. Ik vind ook inderdaad, zoals jij je inzet voor dit allemaal, wie er allemaal voor doet, is heel wat. Ja. Maar nou, ook zo gevlogen ik ervaar het. Ja. Ja, maar als je iets graag doet, dan ervaar je dat ook niet echt als te veel. Nee. Kijk, als wij binnen zijn, dan moeten we altijd uitkijken dat we knallen, hè? Nou, en hier niet. We kunnen zo de lucht in knallen, ja. Hè? Eén klein zetje. Ja, daar komt het. Hey! Boom! Hey, nou. En niks verloren laten. Professioneel hoor. Nou, dat dacht ik, hè. Schaapjes ook wel eens? Ja. Ja? En val je dan al te slaap of? Nee, ik niet. Nee? Maar schapen tellen is wel heel moeilijk hoor. Ja, want ze staan nooit stil, hè? Je kunt ze alleen maar tellen als ze verspreid staan over een heel groot veld. Oh ja? Dus zo kun je ze niet tellen. Maar... Nou, nou, is het moeilijk. Ik denk dat het wel gaat lukken hoor. Goed, nou, leuk. Nou, even op de foto. Even het doosje. Oh ja. Ja, even het doosje goed laten zien, dan zetten we die erbij. Moet ik het openmaken? Ja, dat is geluk, hè? Ja. Nou, kijk. Nou. Hè? Zo. Leuk, hè? Ja. Ik ben hier één keer in de maand of zo ga je hier wandelen, hè? De tweede zondag van de maand. Oké. Okay. En dan, meestal ben ik er zondags toch ook in de ochtend. Want dan wil ik mijn honden even gewoon uitlaten. Hoe weten mensen nou? Altijd via de website. Ik ga afscheid nemen. Ja, ik heb de tand kunnen vullen. Heel erg bedankt. Ja, bedankt. Nou, dankjewel. Ja. En heel veel succes met bedankt, alles. Ook bedankt voor dit onverwachte bezoek. Ja, echt heel leuk. Ja. Nou, wij gaan. Succes, hey, tot kijken. En bedankt hoor. Oké.